Drinks in the room, it just us two. Drinks in the room, it just us two, girl. Done the whole thing, give me one, two. Done the whole thing, show me you a big girl. I'm rockin' two chains, bumpin' two chains. In a Rolls Royce, in a damn thing. And a flu, baby, it's a true, baby. Hello, guys, how are you? Welkom bij een nieuwe... Oeh, waar ga ik dit zetten? Ik zit in Marbeth. Oh, nee, dat gaat helemaal fout. Oh, no, no. Niemand heeft met jou gepraat? Damn. Ik ga jullie even hier zetten. Anyhow, guys. Hope you guys are doing well. Welcome to a new vlog. Ik zit in Marbeth's auto. Ik heb mijn auto weggedaan. En ik heb een nieuwe auto besteld. Alleen ik wacht er even op. Dus tot die tijd delen Marbeth en ik even een auto. Dus als jullie me vaker in deze zien, y'all know what the vibes is. Het is zondag. Het is 11:30. Ik ga nu naar Jelies rijden. Amaya is met Marbeth en Enes. Hun gaan vandaag oppassen. Kei lief. Want ik ga een opening bijwonen met Jill van een parfumeriewinkel in Den Haag. So I'm gonna bring y'all with me. Do you see this? Do y'all see this skin glowing and thriving? That's cause I'm happy and I've been praying Fajr on time. So that's the skincare routine. Maar goed, gezellig dat jullie weer kijken. I love you guys so much. By the way guys, weet je wat echt fijn is om met Marwa een auto te delen? Zij tankt altijd. Zij is zo burgerlijk daarin. Zij tankt altijd. En God knows, hè. Ik heb vaak langs de snelweg gestaan met een lege tank. Omdat ik gewoon echt geen zin had om te tanken. Dus ja, that's a plus for me. Nou, Jelies heeft een hele mooie bosbloem gehaald. Very cute. Ja, heel cute. You got options, baby, you got options. If you're with me's not an option, baby, it's the weekend, need it often. Girl, you know that I'm the one to solve your problems. Like, I got options, we got that in common. If you're with me's not an option, girl, you know that it's the weekend, need it often. Girl, you know that I'm the one to solve your problems. Hello guys, I'm such a big mess. Ik heb net Pilates gehad vanochtend. Het is een nieuwe dag, by the way. Ik heb een lesje Pilates bij PLTS gehad. En ik kom net uit de douche. Ik moet nu een beetje haasten. Tessa staat beneden. Ik ga gewoon niks in mijn haar doen. Ik laat het gewoon zo, want ik doe toch capuchon op. Wij gaan samen lekker naar de film. Ik wou heel graag naar die film Loverboy. Vroeger was ik namelijk altijd gek op van die boeken die dan dat soort verhalen erin hadden. Dus wij gaan naar die. Toen ik zag dat deze uit was, dacht ik, oh, deze wil ik wel heel graag kijken. En wij gaan lekker een dagje naar Eindhoven. We hebben lekker de hele middag. En I might as well just go to the cinema right there. Amaya is bij haar papa voor 2 weken, which means I have a little bit of free time on my hands, which I really, really like. I love that for me. Dus wij gaan nu lekker samen richting Eindhoven en watch the movie together. Guys, kennen jullie deze nog? Ik had dus bij de Pathé, ik zie dat de Pu deze nu ook heeft. Maar ik had dus bij de Pathé, had ik die Pathé pas. En hier hebben ze dat ook. Hier hebben ze giftcards. En je kan het ook cadeau geven aan mensen. Hoe cute. Ik ben met mijn favoriete Biels maatje. En het is nu pauze. Ik was echt even vergeten dat de Pu dus gewoon pauze heeft tijdens de film. Which is relaxed. Because I got another one of these. Dit is echt one of my faves. So I went and got another one. En mijn blaas was echt volledig vol. En ik kon ook even naar het toilet. Zodat ik lekker geconcentreerd verder de film kan kijken. Nou, Tessa kijkt op de telefoon. Ja, dit is mijn pauze. I gotta check some videos. Ik ook. Let me check people's stories. Maar dat vind ik wel een fijn concept hoor. Dat je pauze hebt, kan je lekker op je telefoon. Snap je? Want ik heb het idee dat mensen hun aandachtspan de laatste tijd toch korter is geworden door alle social media. Snap je? En vaak is dat zo dat als mensen een film kijken, dat ze alsnog op hun telefoon zitten. Dus ik probeer dat echt minder te doen. En also feel like als er een pauze echt gewoon gepland staat in de film, dan pak je even je telefoon, kijk je erop, antwoord je al je appjes. En then you get back to watching the movie. Dat is ook waarom eigenlijk naar bios gaan beter is om een film te kijken. Want thuis 100%. Heb ik het ook niet eens. Ja, volledig. Maar ik was echt bam, bam, bam. Movies. Het is echt een uitje. And I'm happy to make that an uitje again. So, this is a story all about how my life got fucked up in 2 days. Listen up, people. Oh, wat een drama. Mijn leven. Kijk, ik weet. Na 14 maanden nadat je bevallen bent, kan je het soort van niet meer als excuus gebruiken. Maar het is nog steeds mijn excuus als jullie het niet erg vinden. Het is geen excuus. I feel like this is the truth. Luister, jongens. Echt, het is zo intens. Maar ik heb mijn auto dus weggedaan. Heb ik jullie verteld. En ik heb dus
de bureau nu. Ik zit nu nog steeds in deze leenbureau. Ik wil echt mijn eigen bureau overigens terug. En Marwa woont echt 5 minuten van mij vandaan. Dus wij lenen elkaars auto's gewoon heel de tijd. Eindstand. Listen the fuck up. Afgelopen vrijdag had Amaya dus haar prikje gekregen. En die dag was echt zwaar. Ze krijgt ook tandjes. En ze was al zo nooit met alles. Ik weet niet waar. Maar ergens is die autosleutel van Marwa. En ik kan hem niet vinden. Ik heb gisteren heel het huis omhoog gehaald. Wallo. Ik kan het gewoon niet vinden. Dus nu een hele Tamara. Ze weet ook niet waar die reservesleutel is. So yeah. Welcome to part 2 of my shenanigans. Maar goed. Ik heb gelukkig wel de sleutels van de bureau gevonden. Dus ik ga nu met de bureau naar Oost toe rijden. Want ik heb opnames voor iets. Waar ik jullie hopelijk binnenkort meer over mag vertellen. Daarna ga ik lekker uit eten. Bij Encore met Kelly en Ramona. Waar ik heel veel zin in heb. Ja, mijn outfit voor de opnames. Dit is een Saint Laurent legging. Dit is een Alaya blouse. En I'm wearing like my Bottega boots with it. En deze panterring van Cartier. En mijn nieuwe pochette. Which I'm so happy about. Ik zie jullie zo. Want ik ga de make-up in. En ik ben zo blij dat Alessa mijn make-up gaat doen. Okay guys, I finished the filming. En dit was mijn outfit die ik jullie net in de video ook heb laten zien. Okay guys, I'm done. I'm so tired. Not tired, maar ik vind het zo'n dag met alleen maar even filmen. It's very tiring. Ik ga nu naar huis. Ik ga mijn make-up er wel even afhalen. Mijn haar voelt echt zo plat en zo vettig. Maar goed, we move. Ik denk dat ik even iets anders ga aandoen. En dan naar Rotterdam rij. Ja, dat is... Misschien laat ik wel mijn make-up er even op. Want ik heb echt geen zin om mijn eigen make-up te doen. Ik denk dat ik mijn make-up erop laat. Misschien doe ik mijn lip even zelf. Even anders. En ik moet echt weer even mijn wenkbrauwen doen. Want ze zijn zo erg gegroeid. Oh my gosh. What? Okay guys. Ik ben thuis van opnames. Ik heb mij even omgekleed. Ik heb een t-shirt aan van Wardrobe NYC. En ik heb mijn Balenciaga broek aan. Ik vind deze echt heel cool. And I'm wearing my new baby with this outfit. Ik heb de mini Kelly in een kleur vert wit. And I really, really like it. Ik dacht ik ga gewoon voor een simpele, cute, yet very cool outfit voor tonight. Ik ga nu naar Den Haag rijden. Want ik heb met Kelly en Ramona afgesproken. En wij gaan lekker een hapje eten bij Encore. En ik heb echt al maanden zin in Encore. En vandaag gaat het er echt van komen dat Selma Encore gaat eten. So I'm very excited. En ik denk dat ik deze Tiffany Air Force erbij aan ga doen. Gegeten bij Encore. We zijn net klaar. Ik zit in een auto. Ik zit weer in een andere auto dan Marwa's auto. Want luister, echt. Oh, ik ben gewoon Marwa's autosleutel kwijtgeraakt. Ik of Amaya. Ik weet in ieder geval niet waar ik hem heb geplaatst. En waar ik dacht dat ik hem überhaupt had kunnen plaatsen. Daar is hij niet. En ik heb Amaya's oma gevraagd om in Amaya's luiertas te kijken. En daar is het ook allemaal niet. Zo. Ja, ik moet nu echt een oplossing vinden. Volgens mij moet ik de dealer bellen. Om te kijken of ze hem kunnen takelen. Of althans, ik moet nu Marwa's auto takelen naar de dealer. Zodat ze hem kunnen uitlezen en een nieuwe sleutel kunnen geven. Ja, maar goed. Ik heb net echt een leuk cadeautje gehad. Niet van Kelly, maar voordat ik hier naartoe kwam. Een geurtje van Skins. En het is van Maître Premier. En het is vanilla powder. Deze had ik dus al. Een paar maanden geleden. En toen ik nog in Rotterdam woonde, was ik dus ooit... Ik had een afspraak bij Body & Face Clinic. En toen ben ik vergeten mijn auto op slot te doen. En luister. Ik had allemaal schoenen achterin. En dat was dus niet meegenomen. Maar dit geurtje hebben ze zo meegenomen. En ik vond het echt erg. Maar ik weigerde hem opnieuw te kopen. Omdat ik dacht, ja, het is niet door mij toedoen dat hij of op is of kwijt is. En echt... Look, en de persoon die mij dit geurtje heeft gegeven, die weet dat ik echt een parfumconnoisseur ben. En die durfde dus niet een geurtje uit te kiezen. Dus die heeft een geurtje uitgekozen op basis van niet naar merk kijken, maar gewoon echt op geur kiezen. En ik dacht, oh, dit is wel een geurtje die zij dan nog niet kan hebben. Because y'all know my collection. It's collecting. Dus ik ben echt blij te zeggen, als iets voor jou is voorgeschreven, komt het altijd bij je terug. En ja, y'all see this. Y'all see this. Ik vind het wel echt heel lief. Ik vind het een heel attentief... Attentief? Ik vind het gewoon heel attent. Ik vind het een heel attent cadeau. Maar ik kan je echt wel blij maken met zo'n kleine dingen. Also, I'm in love with this mini Kelly. Echt waar. Deze Vert Vis, zo heet deze kleur, is echt een leuke mintgroene kleur. Met palladium.
I think it's so nice. It's so nice. Ik ga nu lekker naar Amsterdam rijden. Because that's my new home, y'all know. Normaal zou ik zeggen, oh ja, ik ga nu lekker naar huis, Rotterdam. Maar nu moet ik van Den Haag naar Amsterdam. And that's also a vibe. So yeah, just catch me outside. En mijn telefoon is bijna leeg. Oei, 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 hoe ga ik dat doen? Oké, ik zie jullie zo. Hola, beautiful people. How are you guys? Ik zit in de auto. Ik heb me even omgekleed. Ik ga even naar de kapper toe. Dat is namelijk het enige wat mist nog aan mijn look. Ik laat jullie straks even zien wat ik aan heb. All y'all know is this Saint Laurent jacket is getting the wear it deserves. Dus nu ga ik heel even naar Bilge. En dan ga ik richting het AP-event. Want Anna en Jelies, we organiseren samen met FI een business. Een event en wordt vast wel heel gezellig. So yeah, what do you guys think about my makeup? I like sat down for it for like 20 minutes and I did a very good job. That hair is done, honey. I feel like a new woman when my hair is done. Ik ben vandaag voor een beetje een sleek look gegaan. But I really kind of like it. It's shiny. It's thriving. And I'm very happy with it. Ik heb het nog steeds niet laten zien, maar ik laat even foto's zien. Top is van White Project. Jas is van Saint Laurent. Broek is van Levi's. En ik heb deze mini Kelly weer om. Oh, daar staat de auto. Ik ga nu echt even een koffie halen. Het is 5:30. En Jelies en Anna wouden nog ergens wat gaan eten. Dus ik denk dat wij wat gaan eten. Ik hoop dat we bij Izakaya gaan eten. Want ik heb echt zo lang geen Izakaya gegeten. En ik heb echt zin in een paar van die gerechten. Maar ik hoor het zo even. Maar ik ben eventjes op zoek naar koffie voor nu. Hola guys, ik ben lekker thuis. Ik heb gegeten bij Izakaya met Jelies en Ann. Was wel even gezellig, lekker bijgekletst. Oh, en ik wil jullie even iets laten zien. Mijn tafel is er. Ja, ik heb dit vanochtend even heel snel gesteld hoor. Maar ik ga dit nog eventjes heel goed afstylen. Die stoel gaat weg, want ik heb een Togo Ligné stoel. En ik moet de bank opkloppen. Maar look at my table. I'm so happy. Ik heb deze samen designed met Solid Nature. En ze hebben hem vanochtend geïnstalleerd en bezorgd. Ik ben zo blij. Ik heb gelijk zin om kaarsjes aan te doen. Ik ga hier kaarsjes in doen. Oeh, deze kaars is trouwens zo lekker. Deze is van Malin en Goets. Die heb ik ooit van Juju, een vriendinnetje, heb ik deze gekregen voor mijn verjaardag. Een kleine variant. En ik vond hem zo lekker. Echt heel je huis ruikt naar deze. En dit is dark rum. This one is so nice guys. Maar echt, if anything, one thing about me. Ik heb daar ook allemaal kaarsen en daar heb ik best van baobab kaarsen. And one thing about me, I always have candles everywhere. In mijn slaapkamer, overal. Daar heb ik 2 MFK geurtjes. Welke is dit? Dit is à la rose en volgens mij is dit baccarat. Ja, dit is baccarat. En hier heb ik deze van Kleef & Arpels. Rose Rouge. Die heb ik ooit van hun ontvangen. Oh, ruikt zo lekker. Dit geurt. Volgens mij hebben ze hier ook een parfum van. This candle. It's candling. It does what it needs to. Ik heb ook een grotere variant van de baccarat. Ik heb nog best wel veel van deze. Volgens mij heb ik er nog 2 in de voorradenkast liggen. En deze. Dit is een geurkaars van een van de bekendste apotheken in Parijs. 2 fashion weeks geleden. Was ook mijn laatste fashion week, by the way. Voordat ik zwanger werd en een kind had. Ben ik met Wouter en Kelly, de eigenaren van Ange in Rotterdam, waren we naar deze apotheek geweest. En dit is echt zo'n old school apotheek. Ik weet niet meer hoe... Ja, wacht, volgens mij. Ik weet het niet. Ik hoop dat jullie het hier ergens kunnen zien. Ja, daar helemaal beneden. Rue Bonaparte Paris, nummer 6. Daar heb je dus een old school apotheek. En hun verkopen echt... Het ziet er ook super old school uit. En hun verkopen daar geurkaarsen. Deze geurkaarsen waren duur. Waren iets van €200. Oh, en ik heb deze geurkaarsen nog steeds niet aangesproken. Oh, maar het was zo lekker. En deze vond ik een van de lekkerste. Deze heet Lavinus de Milo. En het is zo nice. En dit is zo handig. Want dit zet je erop.
En hiermee kon je ook in de zaak, kon je dus alle geuren van die geurkaars ruiken. Maar ik heb hem nog steeds niet aangestoken. But I will, because I love it when my house smells so nice. En morgen heb ik besloten dat ik even bloemen ga halen voor de vaas daar. En ook deze Anissa Kermis vaas. Deze vond ik heel mooi. En ik heb nog daar ook een hele grote geurkaars van August en Pierre's. Die past eigenlijk heel mooi hierbij. Maar ik vind niet dat die mooi bij de tafel past, denk ik. Ik vind hem mooier bij de eettafel. Dus ik ga die morgen ook een beetje afstylen. So that's on my to-do list for tomorrow. En ik was ook even bij Hermes langs geweest. Oeps. Ik heb een nieuwe riem gehaald. In het zwart. Met roze gouden hardware. Vond ik wel mooi. Ik had nog niet zo'n simpel zwarte. En dan with rose gold. I think it's very cute. Ik weet niet of ik vanavond nog iets ga doen. Maar ik ga nu gewoon even pyjama aandoen en lekker op de bank liggen. Hoe cool is dit Y Project topje? Zeg maar, je ziet niet. Dit is soort onzichtbaar. Ik heb deze ook in het wit. Ik heb meteen beide kleuren genomen. Ze verkopen die bij Ange. Of althans, deze heb ik in ieder geval bij Ange gehaald. En ik had ze echt al maanden in mijn kast liggen. En ik dacht, oh, maar ik wil vandaag gewoon voor lekker simpel gaan. But still cute. And I feel like this gives it like the special effects it needs to get. Goed, ik ga nu even lekker pyjama aandoen en lekker op de bank liggen met een kopje thee. En ik zie wel wat ik misschien vanavond ga doen. Het is ADE, maar ik doe niks met ADE. En ik ben ook niet per se van plan iets te doen. Maar ik ben wel uitgenodigd. So... Nee, ik ga niks doen met ADE. Ik zit hier gewoon voor jullie te lullen. Ik blijf thuis. Morgen zie ik jullie waarschijnlijk weer. Hallo guys, het is de volgende ochtend. What an interesting night I had. I cannot deal gewoon. Ik zit met een vriend in de auto. Hij is even matcha gaan halen. En we gaan zo eventjes bij Mensik een broodje eten. Daar heb ik wel heel veel zin in. Ik heb echt, ik vlieg van de hak op de tak. This is my ADHD talking. Maar oké, okay. Gisteren, ik zit zo op de bank. Vrijdagavond, helemaal rustig. Ik denk, oké, ik ga een film kijken. Ik denk, cool, ik zit zo op mijn telefoon een beetje te lullen. Ik had kaarsjes aan, was keigezellig. Ik zie zo tussen die tafelpoten zoiets heel kleins bewegen. Ik kijk zo en ik freeze even voor een minute, voor een hot fucking second gewoon. En ik zie gewoon een klein muisje. En ik had dat sowieso niet verwacht bij mij in het appartementencomplex. Dus ik denk, what the fuck, what the heck, Tyla Voice. What the heck? Ik zie gewoon een muis. Ik stond gelijk overeind. Ik was echt even in shock. Ik kon het niet geloven. En daarna ging die muis gewoon chillen bij mijn gordijnrails. Even serieus. Hij weet wel wat kwaliteit is. Ik bel als eerste mijn moeder. Daarna bel ik mijn broeders. Echt, ik ging heel mijn lijstje af van mensen die mij om 1:30 moesten komen helpen. En toen dacht ik, oh wacht. We hebben gewoon natuurlijk beveiliging. Dus ik bel de receptie. Ik zei, het was heel intens. Ik snap ook niet waarom ik weer zo schreeuw in de camera voor jullie. Maar jullie moesten even begrijpen hoe intens het voor mij was. It was wild. I could tell y'all that. Maar hij heeft hem gevangen. En het was de enige muisje die ik had thuis, gelukkig. Want ik bleef daarna tot 4:30 wakker om zeker te weten. Want muizen zijn nachtdieren, snap je? En ik ben niet... Ik ben bang. Zeg maar, als hij naar me toe zou komen, kan ik er raar op gaan staan en dan is hij dood. Snap je? Dat vind ik ook niet leuk. Dat vind ik ook zielig. Maar ik ben niet per se bang. Snap je? Ik kan gewoon thuis zitten. Ik kan gewoon verder zoeken of er nog meer muizen zijn. En mijn moeder zei, ik kom morgen met die lijm en dit en dat. Dat vond ik ook wel heel zielig. Dat had ik ook niet gewild. Ja, yeah, I'm so happy that the mouse was caught. En die beveiliger pakte hem gewoon met zijn handen, hè. Hij was op dat moment echt eventjes echt mijn superhero. Serieus, ik was zo blij. Ik heb hier een filmpje dat hij zo aan het chillen is boven mijn gordijnrail. En hier heb ik een foto dat hij was gevangen. En hij heeft hem buiten beneden weggegooid. Weggegooid, op straat gelegd. Maar ik ben heel blij. Maar ja, ik kon daardoor dus... Het was om 4:30 slapen. Ik was om 9:00 alweer wakker. 9:50. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dat ga doen vandaag. Ik kan sowieso niet echt uitslapen. En ik doe niet echt veel dutjes. Dus ik moet even kijken. Ik moet misschien eventjes iets gaan doen. Misschien ga ik even sporten. Pilates lesje of zo. Ik zit hier in een all black outfit. I kind of like it. Ik ben echt gek op deze Saint Laurent jas. Het is zo oldschool-achtig. I just fucking love it. It's wonderful. Ik wil eigenlijk ook naar Skins nu. Als er toch de hoort op zijn. Ik ga even vragen of die baby zo wel gezond. Guys, ik was even thuis. Ik heb een paar wasjes gedraaid. Maar ik ga nu eventjes naar de duinroos van Anna. Want ik wil bloemen voor in mijn huis. Want ik heb twee vazen. Eentje daar, die had ik jullie laten zien. En eentje hier op tafel. Hun hebben een hele mooie arrangement voor mij gemaakt. Dus die ga ik nu even ophalen. En heb ik alles?
Ja, die ga ik even ophalen. En dan wil ik eigenlijk ook even een koffie halen. En ik wil even naar Skins. Want ik heb ook een nieuwe... Zo, ik ben echt even... Ja, gewoon. Samhulia. Echt, het spijt me. Ik ben helemaal in de war. Ik heb ook shampoo nodig. En die haal ik dus bij Skins. En daar wil ik even heen. En ik wil ook even douche halen. The way we move, skin on the skin. No separation, need no conversation. Nah, nah, nah. On everything. It's automatic going zero to a high. Nah, nah. Right, and wishing the wheels will fall off. Time is ticking, it's taking you too long. Right before I decide to go. Ik ben zeer tevreden. Ik ben heel blij. This is so cute. En ik heb voor deze vaas heb ik het iets kleurrijker gedaan. So it just fits perfectly. En dan daar kan ik kaarsjes nog doen. Ik was bezig met mijn keuken opruimen. En hier, hoe cute. Dit is echt de perfect arrangement. Ik ga nu een beetje opruimen, kaarsjes aandoen, even stofzuigen. En door met de dag. Nou mensen, mijn dag is geëindigd op de bank. Ik heb letterlijk heel mijn huis schoongemaakt. En mijn salontafel is gekomen. Dus daar was ik ook heel blij mee. Look how pretty she is. Ik ben echt heel blij. Dit is, by the way, ik doe altijd kaarsjes aan. This is so cozy. I was laying on the couch. Ik moet even beelden naar Ennis versturen. En dan is eigenlijk mijn dag klaar. Ik heb alles schoongemaakt. Alles. Ik ben echt gek op bloemen. Oh, en ik heb bij tuincentra in Amsterdam-West heb ik dit weten te bemachtigen. En ik zocht al zoiets voor aan tafel gewoon mijn make-up en zo doen. En eventueel video's posten daarover. Want some of y'all asked for an updated make-up routine. Which I'm gonna do. Ik heb mijn skincare aangebracht. Ik zit er eigenlijk over na te denken. Omdat ik in mijn fruitschaal nog rijpe bananen heb. Om nu eventjes bananenbrood te maken. Maar ik kan het ook nog eventueel morgenochtend doen. Zou wel heel wholesome zijn als ik het nu deed. Ja, ik denk dat ik de beelden ga opsturen. En dan nog even een bananenbrood. Echt heel snel uit mijn pols schud. Dus niet zo moeilijk. Ik doe gewoon met havermout een beetje chocolate chip cookies. Honing er doorheen. Wat nog meer? Pindakaas doe ik er ook doorheen. En een paar walnoten. En dan havermout. Wat een soort Brinta havermout. En dan echt dat als deeg gebruiken en als basis. So it's actually pretty easy. En dan een paar minuten in de oven. En dan is het done. Should I make it? I think I should. I can make it. Should I make it? I think I'm gonna make it. Ik zeg dat misschien nu en aan het eind doe ik het pas morgenochtend. Which is also fine, maar... Y'all know my house is smelling fresh and clean. And that makes me so excited. Alles is echt opgeruimd. Ik heb mijn kast weer uitgeruimd. Het was echt een wholesome day for me today. So I'm gonna thank y'all for watching the vlog again. I appreciate you guys. I love you guys. En ik zie jullie bij de volgende. Mwah! Probably never set the time on my watch. This shit deflates for me. You say she ain't here and she get with me. I was in the trenches, try my best to be a kingpin. Crushed the whole last year. Now it's time to go again. Can't wait to-